Mustafa Amautje uit Panningen stelt zich niet verkiesbaar bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van november. Dat liet hij zondag weten. Zoals alles in het leven is er een tijd van komen en een tijd van gaan. En na 8 jaar Tweede Kamerlidmaatschap namens Limburg, als Limburgse vertegenwoordiger in Den Haag, heb ik de vakantietijd goed gebruikt om daarover na te denken. En tot de conclusie gekomen dat na 8 jaar dat ik me niet meer verkiesbaar stel in november bij de nieuwe verkiezingen. Wat heeft de doorslag gegeven uiteindelijk? Ja, je kunt dat niet. Het is ook een soort gevoelskwestie. Ja, natuurlijk op inhoud ga je kijken hoe staat de partij ervoor. Welke richting gaan we op? Welke nieuwe mensen moeten we ook ruimte bieden? En tegelijkertijd voor mezelf. Hè, je hebt dit 8 jaar gedaan. Ik heb 20 jaar daarvoor in het bedrijfsleven gezet. Wat wil ik zelf nog naar de toekomst toe? En dat allemaal bij elkaar. Plus natuurlijk de stem van het thuisfront. Want ik ben 8 jaar in Den Haag actief geweest. En door de week, heel veel mensen weten dat niet, ga ik dinsdagsmorgens heen, donderdagsavonds terug. Je bent dus 3 dagen ook echt van huis. En dat is dan niet 1 week, 1 maand of 1 jaar. Maar dat doe je al 8 jaar op rij. Dat speelt natuurlijk ook mee. Maar dat is één van de vele factoren waar je die weegschaal, hè, alles weegt en dan die beslissing neemt. Bij de laatste verkiezingen stond de Panningenaar op plek 15. In juli wist Amautje nog niet of hij zich opnieuw verkiesbaar wilde stellen. Henry Bontebal werd maandag gepresenteerd als kandidaatlijsttrekker. Na afmeldingen van oud-gedienden zoals Wop Koekstra en Hugo de Jonge en opmerkingen van partijprominenten werd duidelijk dat er een nieuw elan moest worden gezocht en een fris gezicht. Heeft de situatie hoe het CDA ervoor staat ook nog een rol gespeeld? Natuurlijk, alles speelt een rol. Kijk, wij staan er niet rooskleurig voor. Ik ben van overtuigd dat in de samenleving het CDA-geluid echt wel heel diep zit. Want mensen willen gewoon in een vereniging samenwerken, samen iets voor elkaar over hebben. Waarden en normen zijn heel belangrijk en dat moeten we gewoon goed overbrengen. En ik hoop dat de CDA daar wel in slaagt in deze campagne. Maar eigenlijk begint het na de campagne. Het moet gewoon intrinsiek komen. Amautje zat sinds 2016 in de Tweede Kamer. Eerder was hij gemeenteraadslid van de gemeente Helden. In de Tweede Kamer hield hij zich bezig met buitenlandse handel, bedrijfsleven, midden- en kleinbedrijf, innovatie en Europese zaken. Sinds dit jaar is hij ook voorzitter van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wat gaat u doen hierna? Dat weet ik niet. Ik heb nog 3 maanden heb ik nog een aantal zaken die ik graag wil afmaken. Bijvoorbeeld de MKB-bank voor ondernemers, financiering. Kijk, ik heb een bagage van 20 jaar bedrijfsleven. Ik heb bij ASML gewerkt in Veldhoven. Ik heb 8 jaar nu in de Tweede Kamer gezeten. Ik heb een lokale. Dus ik hoop dat er iets moois op mijn pad komt waar we Limburg of Nederland weer een beetje beter kunnen maken. En in welke richting maakt dat niet zoveel uit? Nee, ik kan met deze bagage kan ik zowel in de publieke sector of de combinatie lijkt me heel mooi, privaat-publiek. Maar ik ga na deze 3 maanden ga ik eens goed afwegen van wat komt er nu, wat is de volgende fase. Zoals ik al zei, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En dan gaan er ook wel nieuwe luiken open.